En wij zitten in de kleedkamer met Lisa, die natuurlijk net haar optreden heeft gehad. Hoe is het? Ja, goed. Ik vond het wel weer lekker gaan eigenlijk. Ik ben ook weer helemaal rustig ineens. Kijk, van tevoren ging mijn hand zo en nu is die nog niet helemaal stil. Bijna. Trilt niet meer. Nee. Als er vragen voor je zijn, komen ze die binnen via de chat. Dus kijk eens die vragen hebben, dan laat maar komen. Hoe heb je je voorbereid op deze liveshow vandaag? Hoe heb ik me voorbereid? Nou, gewoon veel geoefend. Veel mijn liedje geoefend en gezorgd dat ik een beetje mijn eigen draai aan heb gegeven. En het oefenen met het lopen. Want het was eigenlijk de bedoeling dat ik gympa aan zou trekken vandaag. Maar op het laatste moment zei ze toch, nee, het past niet bij de jurk. Was ook wel zo. Maar ik had het leuk gevonden als ik ze wel aan had gehad. Maar het ging goed, ik ben niet gevallen. Okay. Nee, dat zag er allemaal perfect uit. Hey, hoe vind je het bij X Factor tot nu toe? Ja, nog steeds hartstikke leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik vermaak me nog steeds. Ik wil echt gewoon nog niet naar huis. Ik ben er lang niet klaar mee. Nee. In het begin zei ik, als ik maar de eerste live show haal. Maar nu wil ik iedere keer een stapje verder. Iedere keer dat je een ronde verder komt, denk je, ja, de finale. Logisch, logisch. Je hebt natuurlijk ook veel fans. Ik hoor Floor nu zeggen dat ze je super mooi vindt. Krijg je dat vaker te horen? Ik weet ik eigenlijk niet. Ja, via huis alleen verder hou ik het niet echt in de gaten of zo. Dus, maar dat is altijd leuk om te horen natuurlijk. Nee, ik heb natuurlijk al vaker aan je gevraagd. En zei je ook wel eens dat je vastgeklampt wordt op straat en zo. Heb je dat nog steeds of misschien nog wel erger? Ja, het wordt wel steeds erger. Ik word wel niet echt meer aan mijn arm getrokken of zo. Maar ik word wel steeds vaker aangesproken. En dan hoor je, of je loopt langs en hoor je, dat is van X-Factor. Kijk, maak je achterom. Maar dan loop ik weer verder. Maar ja, het is wel heel erg leuk, maar ik vind het nog steeds raar. Daar ben ik nog steeds niet aan gewend. Want het is ook, je kan nu ook niks meer. Je kan niet meer even op straat je onderbroek goed doen of zo. Want er is altijd wel iemand die het ziet. En welk nummer zou je het liefst willen zingen tijdens de live show? Jeetje. Daar heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Er zijn er heel veel. En als ik het nou één moet noemen, dan vind ik het heel moeilijk. Dus dat moet je me niet vragen. Nee, weet ik echt niet. Nee. Denk je wel eens, jeetje, wat een stomme jury. Ja, bij mezelf vind ik ze tot nu toe heel erg positief. Maar ik vond het, soms denk ik, dat vind ik niet nodig. Of als ze dan op de kleding afgaan, dan denk ik, dat is allemaal, dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Vind ik. En wij kiezen het zelf ook niet uit. Dus... Je hebt nu natuurlijk Nederlands gezongen, maar ook vaker wel het Engels. Wat doe je liever? Ja, ik zing natuurlijk het liefst in het Engels. Maar ik vind Nederlands ook echt heel erg leuk om te doen. En ik vind het ook makkelijk. Het is gewoon makkelijk om daar je gevoel in te leggen. Alleen het is wel, ik vind de uitspraak moeilijk. Nederlands zingen is heel moeilijk. Omdat je heel erg duidelijk moet zijn met de I en de O. Dat moet allemaal heel erg, je moet gewoon heel goed articuleren. Moet met Engels ook, maar Nederlands is net even iets anders. En de G en de R. R. Ik weet niet of ik nou rr of rr moet doen. Dus ik doe altijd maar wat. Doet altijd maar wat. Hey, dat kan je niet zeggen over je make-up en je kleding. Want dat wordt natuurlijk allemaal gedaan hier door de mensen achter de schermen. Wat vind je ervan? Ben je daar tevreden over? Ik ben daar over het algemeen heel erg tevreden over, ja. Vandaag was het een beetje gezeur met wat ik nou uiteindelijk aankreeg. Want het een zat niet en het ander paste weer niet bij elkaar. En uiteindelijk is het toch dit geworden. Ik had het zelf niet uitgekozen, nooit, maar ik ben er wel blij mee. Het is een keer wat anders, toch? Ik bedoel, je hoeft niet altijd zwart. Niet altijd zwart, nee. Wat draag je zelf het liefst dan? Zwart. Niet om, ik weet niet, ik vind het gewoon mooi. En ik heb ook wel kleur, dat is het niet. Maar ik weet niet, ik vind het gewoon fijn. En dat zei ik vorige keer ook, het kleed af. En ben je daar veel mee bezig? Ik ga niet hele strakke truitjes aantrekken op straat. Dat je alles ziet zitten. Dat vind ik dan weer... Niet mijn koffer! Niet mijn koffer! Die ligt er helemaal overhoop. Kan je eens laten zien wat je bij hebt? Nee, echt niet. Nee. Ik had vandaag wel trouwens... Misschien een leuke kleding setje. Nee. Eens kijken. Waar is mijn jurk? Ik ben hem kwijt. Zo'n troep is het toch ook weer niet? Kijk, meisjes die kijken, die weten dat vrouwen gewoon altijd overal echt een rotzooi van maken. Het stelt niks voor. Oh, hier is hij al. Het stelt niks voor, maar ik vind hem gewoon leuk. En het is een jurkje. Maar die mocht ik niet aan, want hij was zwart.
Kijk, het is niks bijzonders. Maar het is toch leuk? Volgens mij had dat ook hartstikke leuk gestaan. Ja, als je daar een leuk gekleurd jasje op doet. En een riem en gekleurde schoenen. Maar het mocht niet. Het mocht niet. Nee. Ja. Denk jij zelf dat je in de finale komt? Dat is heel wat anders, omdat het is een van de kijkers die dat vraagt. Dat is een rotvraag. Ik vind het nu echt nog heel erg moeilijk om te zeggen. En het wordt ook alleen maar moeilijker trouwens, want er blijven natuurlijk alleen maar goede mensen over. Maar ik durf dat echt nog niet te zeggen. Misschien verkloot ik het wel heel erg. Gaat er van alles mis en dan kan ik er naar fluiten. Dus ik weet, er kan vanochtend van alles gebeuren. Mocht jij in de finale staan met twee andere mensen, wie zijn die andere twee dan? Oh, dat vind ik ook zo moeilijk. Twee namen. Ja, dat kan ik echt niet. Nou ja, Rachel. En ja, toch Irma, denk ik. Rachel, Irma, jij. Ja. Okay. Met wie zou je een duet willen zingen? Van X-Factor of mag dat of iemand van hier? Allebei. Nou, buiten X-Factor wil ik heel graag ooit een keer staan, iets met John Mayer iets doen. Dus als je kijkt, nee. En even denken hoor. Iemand van hier. Ja, ik weet niet of welke stemmen bij of onze stemmen bij elkaar passen. Van wie? Die is lastig. Ja, ik weet het echt niet. Ja, Rachel, denk ik. Ja, dat denk ik. Duet met Rachel. Ja. Hé, hey, straks gaan we je zien zingen met Rachel en Irma en Hester. En Hester, ja. We gaan het nog even oefenen straks, even snel. En dan gaan we even iets leuks laten horen, ja. We zorgen dat alle mensen ernaar kijken. Wil je het weer alvast een oproep doen? Nou, dus jullie moeten dus allemaal blijven kijken. Want Irma, Rachel, Hester en ik gaan straks een leuk liedje van Aanvolk doen. Dus dat wordt heel tof. Ja. Na de show. Ja, na de show. Dus over ongeveer 10 minuten, denk ik, 20 minuten. Zoiets. Want we hebben nog één optreden in de show, hè? Ja, whatever. Ook leuk. Nou, ga jij lekker naar beneden gaan, naar whatever kijken bij de andere kandidaten. En dan zien we je daarna terug. Is goed. Dag.